Michel Vonk, even terug naar afgelopen maandag. Fortuna Sittard, 1-0 winst. Wat was dat voor wedstrijd? Ja, het was voor ons een prettige wedstrijd. Ik denk dat we de eerste helft gedomineerd hebben. De tweede helft verwachtte natuurlijk wel dat Fortuna iets meer ging doen, want die waren de eerste helft niet best. Nou, die hebben ons iets meer achterover gedrukt, maar niet in gevaar gebracht. We hebben de wedstrijd gecontroleerd en eigenlijk heel veel momenten gehad om de score eerder op 1-0 te zetten en uit te breiden daarna. Je hebt nu twee potten gewonnen, de eerste wedstrijden verloren. Merk je iets van een verschil in sfeer binnen je groep? Nee, want de eerste wedstrijd hadden wij niet het gevoel dat we heel slecht gespeeld hadden. En als we op die manier door zouden gaan, dat het vanzelf komt. En nou, dat heeft wel gebleken. Hoe is het met je ploeg? Goed. Qua blessures, ik geloof Bijzorg viel uit met een liesblessure. Nou, die had de Achilles ook al, was hij uitgegleden, dus het was een beetje stijf. Dat werd na 75 minuten dusdanig dat we gezegd hebben, nou, we nemen geen risico, kom er maar af. En toen stonden we 1-0 voor en we hadden het vertrouwen dat we die wedstrijd ook wel zonder Tom uit konden spelen. Maar morgen kan hij spelen? Ja. Dan zei hij vorige week tegen mij Wouter de Vogel, die traint weer mee, maar nu zag ik hem langs de kant zitten. Hoe zit dat? Ja, Wouter heeft even een kleine reactie op zijn knie, dus daar moeten we even voorzichtig mee zijn. Oké. Okay. Amo Baraki, die had ook iets met zijn hamstring onder de rug, maar die is 100% fit? Ja, je vroeg net over hoe het gaat met de ploeg, dus voor mij heb je net gekeken. Ze zijn er allemaal bij, dus iedereen is wat dat betreft fit. Morgen wedstrijd tegen Almere City, wat verwacht je daarvan? Ja, ik vind Almere een hele goede selectie hebben. Ze hebben nu een aantal wedstrijden dat ze toch wel ook goed gespeeld hebben, maar niet de winst hebben gehaald. Behalve de eerste wedstrijd tegen MVV, die heel duidelijk met 5-0 werd gewonnen. Ja, ik verwacht dat zij aan het einde van het seizoen, op het moment dat ze wat meer ingespeeld raken, toch zeker in de bovenste plaatsen terug te vinden zijn. Ze hebben gewoon een hele goede selectie. Edo Knol sprak ik net, dus een jongen die voor het eerst dit seizoen bij Telstar meespeelt. Waarom heb jij hem naar Telstar gehaald? Nou, omdat het een jongen is die met potentie die kan groeien, waar we wel plezier van kunnen hebben. Nou, dat heeft hij nu al in twee wedstrijden een beetje laten zien, dus hopelijk kan hij doorgroeien. Ja, hij is erin gekomen omdat Kindermans zelf polsblessure heeft. Gaat hij morgen spelen? Hij gaat morgen weer spelen, ja.